Oh, Maria. Niet schrikken. Op wandel? Nee, eigenlijk niet. Ik heb u waarschijnlijk gestoord in uw werk. U was waarschijnlijk met belangrijke dingen bezig. Oh, nee, zeker niet. Wilt u niet gaan zitten? Nee, ik weet niet. Ik moest nog eigenlijk naar dingen. Ga zitten. Goed. Alsjeblieft. Dank u. En? Wat brengt u naar hier? Ik wou vragen of u niet een paar woordjes in mijn dagboek wou schrijven als herinnering. Woordjes? U kent er waarschijnlijk een heleboel. Massa's. En welk soort versje had u gewenst? Mooie versjes, nieuwe. Ja, maar welk versje? Iets over de natuur? Vriendschap? Liefde? Ja, over de liefde. Weet u, ik heb niet zoveel verstand van de liefde. Ik heb ook geen ervaring in de liefde, begrijpt u? Ah. Of een liedje misschien? Een liedje. Jongens. Een liedje. Maria, als een rode roos, net uit de knop, als een duiveltje uit een doos. Een lied, een symfonie van de keizerlijke harmonie. Zo schoon zijt gij, Maria. Zo verliefd ben ik. Maria, Maria, zoveel ga ik van je houden. En dat tot mijn laatste snik. Anne, wat is hier de bedoeling van? Mama. Is ze weer opdringerig? Vooruit, maak dat je wegkomt. Naar je kamer. Wat zijn dat nu voor manieren? Papa! Ja, sorry. Mevrouw, sta ons geluk niet in de weg, maar zegen deze echte liefdesband. Maar meneer, wat doet u toch? Hij gaat u toch recht staan, alstublieft. Nee, ik blijf zitten op mijn knieën, zodat ik kan pleiten dat u een oordeel kunt vellen. Zeg het me, is het leven of dood? Sorry, maar ik weet niet of ik u wel goed versta. Vraagt u mij nu om de hand van mijn dochter? Ah nee, om de jouwe natuurlijk. Jij bent de enige. Door jou staat mijn hart in vuur en vlam. Door jou hangt mijn leven aan een draad. Als u deze liefde niet beantwoordt, dan ben ik dit aardse leven onwaardig. Oh meneer, als u mij niet kwalijk neemt. Ik ben als het ware toch al... Enfin, eigenlijk ben ik al een beetje getrouwd. Wat maakt dat uit? Wat betekent zoiets stoffig wettelijks ten opzichte van onze liefde? Oh ja. De liefde lacht met de wet. Verdwijn met mij, met een noordenzon. Reik mij uw hand. Reik mij uw hand. Wat is dat nu weer? Daar komt u binnengestormd als een kat met de hondsdolheid. Jij gedraagt je als een kind van 3 jaar. Ik vraag me ernstig af wanneer jij eens een keertje volwassen zult worden. Ja, mama, maar ik heb nooit gedacht. Ja, dat is dan net jouw probleem. Je hebt van zo even nog nooit nagedacht. Jouw hersens zijn zo groot als een erft. Je zou veel beter een voorbeeld nemen dan mij. Mevrouw, sta ons geluk niet in de weg. Zegen deze liefde. U bent dus toch op haar? Met heel mijn hart. Eigenlijk zou ik nee moeten zeggen. Jij verdient zoveel geluk niet, Maria. Maar gezien de uitzonderlijke omstandigheden, zeg ik ja. Anton? Wat? Weet je welke eer ons nu te beurt is gevallen? Nee, wat? Meneer heeft juist om de hand van ons Maria gevraagd. Wat? Meneer heeft ik heb er wel staan. Alsjeblieft, niet boos worden. Ze heeft ze niet alle vijf. Net als haar moeder, die was ook zo. Maar
Ik denk dat mevrouw gelijk heeft. Ik heb de hand van je dochter gevraagd. Ah, zie je nu wel? Ze heeft ze niet alle vijf heiden. Allee, geef je schoonzoon maar eens een mooi handje. Dat zegt u, geeft u haar hand? Je hoort het niet dan? Want als u haar hand niet geeft, dan word ik depressief. Ah, ja. En dan schiet ik een kogel door mijn hoofd en dan mag u het gaan uitleggen aan de rechter. Aan de rechter? In die stadje is dat geen enkel probleem. Ik bedoel... Ik weet niet wat me overkomt, dat bedoel ik. Ik voel me als een kip zonder kop. Ah, wel, laat die kip haar ei maar leggen en geef je zegen. Zegen? Ja. Ik zegen... Godverdomme, hij is gekust. Je bent echt verloofd. Ja, ik heb het toch gezegd. Oh, nee. Alles is klaar. Kom direct. U gaat toch niet vertrekken? Wel, ja, er zit niks anders op. Ja, maar wanneer is dan... Ik bedoel, u zin speelde dan net ook zelf, als ik mij niet vergis, op een bruiloft. Ja, natuurlijk. Maar ik ben maar een minuutje of twee weg. Ik bedoel, een dag of twee. Ik moet nog naar mijn oude rijke... Ja, mijn zeer oude en rijke oom. Ja, ik zou nog graag zijn zegen hebben. Ach, ja, natuurlijk. Om zijn zegen te vragen en hem het goede nieuws te melden. Ja, dan wagen we het niet om u verder op te houden. Ik hoop alleen maar dat u gezond en wel zult terugkeren. Ja, geen probleem. Ik ben in een hup terug. Oh, mijn allerliefste. Ja, mijn oogappel. Mijn oogappel. Heeft u genoeg geld voor de reis? Want als ik het goed begreep, dan zat u een beetje krap bij kas. Oh, ja, geen probleem. Ik bedoel... Het is niet dat ik geen geld heb, maar het is weekend en alles staat op de bank. Ik kan u een cheque schrijven ter compensatie? Oh, nee. Hoeveel heeft u nodig? Wel, een 7, 8, 10, 12, 12.000. 12.000. Teken ze aan. 12.000. Allemaal nieuwe briefjes. Dank u. Ja. Zoals het spreekwoord zegt, nieuw geld brengt geluk. Ja, heel bekend spreekwoord. Wel, Antonovitsch, tot morgen. Het was mijn waar genoegen, ik ben nog nooit zo goed ontvangen geweest. Mevrouw, tot morgen. Tot morgen, meneer mijn schoonzoon. Mijn allerliefste. Tot morgen. Tot morgen, mijn liefste meneer. Tot morgen. Wees voorzichtig!